Waarom heet een boek Diepvriesfiguur? Het is niet dat ik in de ijskast zat, maar de Binnenlandse Veiligheidsdienst die wilde mij in de ijskast zetten en diep invriezen als er oorlog zou komen of als er opstand in de stad zou zijn. Ze hadden namelijk een lijst van diepvriesfiguren. Dat zijn allemaal mensen die onmiddellijk geïnterneerd zouden moeten worden als het volgens hen misliep. Als een soort landverrader zou ik dan worden opgepakt. Maar ze zeer voor de deur 's ochtends vroeg en hup, in de gevangenis. Tja, daar schrok ik toch wel eventjes van. Want ik ben geen landverrader en ik sta aan de goede kant. Ik wou even het boek laten zien van Roel. En ik moet eerlijk zeggen, het is een dikke pil. Maar het leest wel lekker weg. En je komt achter dingen die je nooit verwacht had van Nederland. Ik ben echt van geschrokken. Ik ben ook een kind van de jaren 60 en ik heb het allemaal meegemaakt vanuit de provincie. Dus ik was er niet bij. Ik vond het allemaal prachtig. Maar nu begrijp ik eigenlijk pas de motivatie. Kijk, dat rellenbellen, dat vond je als 17-jarige natuurlijk prachtig. Maar ik begrijp nu ook de motivatie, waarom? En ook het naoorlogse milieu, hoe jullie dat uiteindelijk, hoe die jullie benaderd hebben en neergezet hebben als gewoon tuig, laat ik het zo zeggen. Ik begrijp dat wij een andere, betere maatschappij wilden. Dat heb ik heel goed begrepen. Meer vrijheid en meer democratie dan het toen was. Ja. Want Nederland was toen eigenlijk een heel ander land dan het nu is. Nu is er al veel meer ruimte dan toen. Nou, ik denk dat Nederland toen ontzettend burgerlijk was. Nederland was nog zo'n beetje zoals voor de oorlog was. Er waren zuilen en de autoriteiten hadden het voor het zeggen. Je mocht eens in de 4 jaar stemmen, maar dat was het dan ook. Je mocht geen actie voeren op jezelf, dingen bedenken of inspreken op het stadhuis. Dat bestond allemaal niet. En happenings houden bij het lievertje, dat mocht al helemaal niet. Nee, het werd een beetje als terreur gezien. Ja, en het tijdschrift Provo, dat werd dus in beslag genomen. Waarom, mag God weten. En wij verdwenen regelmatig in de gevangenis daarvoor. En dat soort dingen zouden nu absoluut niet meer gebeuren. Het tijdschrift Provo is nu gewoon in de handel en je kunt het alsnog kopen en niemand ligt daar wakker van. Ja, en de mensen werden voor het eerst een beetje rijker. Hè? Ze werden rijk en ze werden daardoor ook wat meer tevreden. En aanvankelijk was het dus een heel raar gevoel over provo's. Van, wat zijn het voor gekke jongens. We leven toch in een prachtig land en alles is in orde hier. Dus ze moeten maar weg, ze moeten maar naar een werkkamp, naar Terschelling of zo. Ja, dat las ik ook. Dat, eigenlijk moesten jullie daar een soort concentratiekamp. En dat zou je het wel afleren. Ja, dan zou je het afleren. Want jouw moeder kreeg ook een brief, hè? Een hele boze brief. Ja, mijn moeder kreeg een heleboel boze brieven van mensen in Den Haag. Die zeiden van, kijk, zo heb je hem nou opgevoerd. Dat wordt zo'n stuk tuig. Dus schaam je mevrouw Van Duin. En hoe reageerde jouw moeder daarop? Ja, mijn moeder was wel een beetje ontzet daarover. Maar ja, mijn moeder stond wel heel erg achter mij. En ook achter jouw ideeën? Ja, ze stond ook achter mijn ideeën. En toen ik in de gevangenis zat, toen stuurde ze mij ook opgewekte brieven. En later zelfs, toen ik wethouder was en ik conflict had met de burgemeester, belde ze de burgemeester Sam Kalde op om te zeggen, wees toch een beetje voorzichtig, die jongen die bedoelt het heel erg goed. Ja, Bloemenman, 65 jaar sta ik voor de mensen klaar. Fantastisch, je bent 65 jaar Bloemenman. Ongelooflijk. Ik ben begonnen, zie je het zitten, neem je de witte. Kan je niks schelen, neem je de gele. Hou je van mooi, neem je de rode. Hou je van tulp met vrouwen, neem je ze in het oranje. Een lapje tegen je laars, neem je ze in het paars. Bent u dan nu 80 jaar of zo? Ik ben 78 jaar. Ja. Ik kan er niet tegen om tussen 4 muren te zitten. En achter de geraniums, het zijn wel bloemen. Dus gewoon voort, ja. Blijven zit ik een beetje voor. Ik had een mooie bloemenwinkel, auto-ongeluk, einde verhaal. Albert Heijn neemt de winkel over carrière. Weg. Ik ben begonnen huis aan huis
met iemand samen, omdat ik niet lopen kan en ik kan niet staan. Dus diegene die gaat met me mee, krijgt een ongeluk en heeft mijn hele wijk afgepikt. Alle adressen, 300 adressen die we opgebouwd hebben samen, die heb je van me afgenomen. Ik leg 9 maanden in een verpleeghuis, 15.000 euro is er achter mijn rug uit mijn kluis gejat. Eén uit de sleutel om de katten mee te nemen en het geld mee te nemen als mij iets overkomt. En die andere heeft de sleutels van mijn nek afgehaald om mijn pyjama en ondergoed naar het ziekenhuis te brengen. Wie heeft me 15.000 euro meegenomen waar ik 3 jaar voor gewerkt heb? Politie doet niets, bekijk het zelf maar. Hoe is het nu met die katten? Mijn katten gaat goed. Die verzorg ik gewoon. Ik heb thuiszorg en ik heb mandenzorg. Gelukkig maar. Maar wij gaan even door met ons interview. Ja, ja, bedankt voor de prachtige tulpen. Ja, oké. Ze schitteren mooi. Zo, okay. De kwekerij, iedereen weer blij. Iedereen blij zo, de kwekerij. Allemaal blij. Oké. Okay. Nou, dan hadden we even een leuke onderbreking. Ja. Heb je een mooi bloemetje gekregen? Ja, ongelooflijk. Ik heb het dus echt met plezier gelezen. Dat jullie dus allerlei geruchten met het trouwen van Beatrix en Klaus rondgestrooid hebben. Dat je leeuwenpoep voor de beesten zou gooien, voor de paarden. Ja. Dat ze dan zouden wegrennen. Ja, omdat wij tegen de monarchie waren. Hè. We vinden dat de macht moet berusten op verkiezing en op verdiensten en niet op bloed. En ja, daarom hebben wij toen die actie gevoerd. Kijk, ik ben begonnen als demonstrant tegen de atoombom. En die atoombommen zijn natuurlijk helemaal niet weg, er zijn er veel meer van gekomen. Want in diezelfde jaren dat wij hier in Amsterdam door de geheime dienst achtervolgd werden en bespioneerd werden, was er in Nederland een atoomspion uit Pakistan, een zekere meneer Khan, die in Almelo ongehinderd de geheimen van de atoombom kon bemachtigen, waardoor Pakistan nu een atoombom heeft. In Almelo, daar kom ik vandaan. Ja, Almelo, Urenco. Urenco, ja, daar is een rel om geweest. Nu, ja, maar toen was er dus geen rel om. Dus maar, de atoombom? Je kon daar dus te weten komen hoe je atoombommen moet maken. Dus uiteindelijk komt al het kwaad uit Almelo. Nou, zover wil ik niet gaan. Nou, het valt mij meer dat daar nog iets gebeurt. Menselijke geest. Ja, natuurlijk komt het menselijke geest, maar het is wel de plek. Nou, Almelo is onschuldig en je bent toch ook een goed voorbeeld dat er ook goede mensen uit Almelo komen, nietwaar? Oh, er zijn allemaal goede mensen in Almelo. Maar ja, maar ik denk dat die mensen die daar dus die Urenco hadden, dat die mensen niet van Almelo kwamen. Dus Almelo wist het niet. Oké. Okay. Maar in elk geval, die geheime dienst die heeft dus een ongehoord grote rol in mijn leven gespeeld. Zonder dat ik het wist natuurlijk, want dit was de geheime dienst. Ja, maar je hebt het op een gegeven moment heb je het ontdekt. Dat je dus bespioneerd werd. Ja. Je werd afgeluisterd. En wat mij heel erg intrigeerde en wat ik ook heel erg vond, je bent ook ontvoerd. Ja, ik ben in 1970 ontvoerd als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de kabouters. En het gekke was dat ik wel heb gezegd toen al direct wie de dader was, maar dat die man nooit vervolgd is geworden. Een paar jaar later heeft hij zelfs een bom onder de metrowerker in de Bijlmer willen gooien. Toen was ik inmiddels wethouder, heb ik ook gezegd, ja, dit is pak dan die man ook voor het feit dat hij mij ontvoerd heeft. Maar nog de politie, nog justitie heeft ooit een poot uitgestoken. Later heeft hij ook gewoon zelf bekend dat hij het heeft gedaan. Maar toen was het verjaard inmiddels. Dus ik zit nog steeds met de vraag, waarom is er nooit actie ondernomen door de overheid tegen die ontvoering. Ja, ik begrijp dat ook. Het is toch een vrijheidsberoving. Dat mag niet. Daar ben ik steeds mee bezig. Maar in elk geval, 6 jaar geleden zei iemand tegen mij, kijk, als je daar meer van wil weten, dan moet je eens bij de AIVD je BVD-documenten opvragen. En dat heb ik gedaan. En een maand of 3, 4 heb ik gewacht. En ik was het eigenlijk alweer vergeten of er stond een man voor de deur met een grote doos. Echt een heel grote doos. En eerst dacht ik dat het voor de buren was, maar ik maakte die doos open. En
die zat propvol met documenten die ik nooit had mogen lezen. Die gingen over mij, over dat ik een gewelddadig aangelegd persoon was, die allerlei nare plannen had om de democratie omver te werpen in Nederland. Terwijl je ervoor was? Terwijl ik ontzettend voor de democratie ben. En terwijl ik 10 jaar geleden zelfs een onderscheiding van de koningin heb ontvangen. Ja. Vanwege mijn verdiensten voor de democratie. Maar goed, maar dan stak de wereld op zijn kop. Tuurlijk zit de wereld op zijn kop, want die mannetjes van de geheime dienst, die hadden echt geen onderscheiding van de koningin dat ze zichzelf voor de democratie inschrijven. Nee. Maar ze bestaan wel om de democratische rechtsorde te beschermen. Goed, en die hebben dat dus uitermate slecht gedaan door een kleine 30 jaar lang op mijn privacy inbreuk te maken. Ontzettend veel geld op te strijken voor onzinnig werk waar niemand iets aan heeft. En waardoor ik alleen maar verdacht werd gemaakt. Want in die documenten werd dus ook nog gesteld dat ik een gewelddadig persoon was die in de gaten gehouden moest worden. En die documenten gingen ook naar burgemeesters en commissarissen van de koningin, bazen van de politie enzovoorts. Dus al die mensen die dachten van ja, die van daar, daar moet je ontzettend mee uitkijken. Maar had je dan nooit, al die jaren hebben ze je gevolgd, hè? Had je dan nooit zo'n onheimelijk gevoel of zo van, er gebeurt iets om mij heen waar ik geen vinger achter kan krijgen? Ja, ik was natuurlijk wel gewaarschuwd dat ik mogelijk gevolgd zou kunnen worden, want in die tijd gingen er heel veel geruchten over de BVD en over de geheime politie. Maar ik dacht ja, om daarover na te denken, want als je daar echt gefixeerd op raakt, dan ga je je vrienden verdenken en er ontstaat een vervelende stemming en je verspilt je energie eigenlijk en uiteindelijk kan je er gewoon helemaal niks tegen beginnen. Maar wat deed dat dan in jouw tijd dat je wethouder was? Ja, in mijn tijd als wethouder heb ik een hele moeilijke tijd gehad. Omdat, maar ze zagen jou als een soort terrorist. Die collega's die zagen mij als een indringer. En de burgemeester die zag mij dus als een potentiële terrorist inderdaad. En de communisten die er in die tijd nog waren, die zagen mij merkwaardig genoeg als een BVD'er. Alle kanten werden stenen gegooid. Ja, toch? Inderdaad. Nou, nee, het is echt een ongelooflijk verhaal. Ja, echt waar. Ja, ik dacht nou, hoe kan dit? Ja, ja. Dus en daarom vind ik dat iedereen, jongelui moeten het lezen. Ja, ja, dat zou heel goed zijn. En ook de oude BVD-mannetjes, als ze nog leven. Oude BVD-mannetjes, die leven inderdaad nog steeds. En ook de geheime dienstmensen van de gemeente Amsterdam. Ja. Die leven ook nog steeds. Ja, ja, nee, die moeten ook eens weten waar ze mee bezig zijn geweest. Ja. Hadden ze toen niet veel te doen of zo? Die hadden natuurlijk hele goede dingen kunnen doen. Ja, kunnen doen. Ja. Maar ik las ook in je boek dat je vader die lag eigenlijk nog meer op sterven. En jij was in de kamer daarnaast met een meisje. Ja. En daar voelde je later heel erg schuldig over. Ja, ja, inderdaad. En dat typeert jou wel. Ja. Jouw karakter. Nou, misschien. Ja, dat was mijn eerste vriendin. Ja. En ik vreemd met haar. En dat was, voor mij was dat voor het eerst en dat was dus iets heel bijzonders. En ondertussen was dus mijn vader aan het sterven en ik voelde me ook schuldig tegenover mijn moeder. Want mijn moeder was een en al rouw en ellende. En op een avond kwam ik naar mijn moeder toe en dat meisje was erbij en ik zei tegen haar, sorry mama, ik bied mijn excuses aan, want zij had gezien dat we hadden liggen vrijen toen ze ons thee bracht. En nu denk ik van ja, het was een kinderlijk gebaar van mij, want ja, waarom zou ik dat niet mogen?